Hallo collega's, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie meenemen in mijn experiment voor het team Proctoraat Mediawijsheid. Eerder heb ik al uitgelegd dat ik voor mijn team de teamsomgeving ging vormgeven en dat ik daar zelf nog geen goede voorstelling van had, dus ging kijken bij alle mbo-opleidingen binnen het Media College Amsterdam om te zien hoe zij dat doen. Daar kwam uit voort dat zij hun teams aanpassen aan hoe zij onderling met elkaar werken. En daar zag ik 4 werkvormen telkens een beetje terugkomen. En heb ik de beste tips daaruit gehaald om 4 formatteams te creëren die je hier ziet. Als je nou op het Media College Amsterdam werkt en je graag zo'n team over wil nemen, dan kun je dat doen. Dan neem je een team over als schabloon. En namelijk een van deze 4 staan op openbaar. Werk je nou niet op het Media College Amsterdam? En je wil wel graag inspiratie halen uit deze filmpjes en misschien zelfs een team namaken, kijk dan vooral even mee. Ik leg ze namelijk stuk voor stuk uit. Vandaag gaan we naar het laatste team kijken, namelijk een formatteam per project. En dit ziet er altijd heel druk uit, dus maak je borst maar nat. Zoals je hier ziet zijn er erg veel kanalen in dit team, maar dat heeft een reden. Dit is voor teams die als heel team graag verschillende projecten tackelen. En alles dus ook graag zien als een project. Zoals je dus links kunt zien, zijn er meerdere kanalen voor bijvoorbeeld Open Dag. Maar we hebben Open Dag 2 hier staan, Open Dag 3 en verborgen zelfs Open Dag 1 nog. Dat komt omdat als je op deze manier werkt, maak je voor alles wat jullie doen een nieuw kanaal aan. Daardoor heb je algemeen. Daar moeten eigenlijk de bestanden staan die je het hele jaar door gebruikt. Ik zou dus adviseren, ik kon het niet anoniem doen, dus ik heb het niet gedaan, maar stel je hebt bijvoorbeeld een roastering site waar je allemaal in werkt, dan zou je hier zoals schedule bijvoorbeeld aan kunnen hangen. Mocht je nou een gids voor nieuwe medewerkers hebben, zet die dan hier in bestanden bij schoolbreed beleid bijvoorbeeld. Onderwijsborging van vakken, zet dat alsjeblieft gewoon in algemeen. Zaken die je het hele jaar door gebruikt, afspraken over borging wellicht. Naamgeving moet mega goed in elkaar zitten als je zo werkt. Dan kan dit overzichtelijk werken zijn. Als je namelijk zorgt dat je naamgeving goed is, hoef je niet altijd door alle kanalen te gaan speuren. Kun je in de zoekbalk direct alles terugvinden. Dat houdt in dat deze kanalen dan voortdurend gebruikt worden wanneer ze nodig zijn. En wanneer ze niet meer nodig zijn, worden ze een verborgen kanaal. Nou, hier kun je dus van alles aan toevoegen. Een stafnotebook, een planner. Maar ik heb in deze variant en in de andere teams, kun je terugkijken, heb ik wel telkens een planner toegevoegd aan het kanaal algemeen. En ook verschillende opties laten zien om die te gebruiken, dus kijk dat vooral. Maar hier heb ik dat niet gedaan. Omdat takenlijsten, bijvoorbeeld, echt wel thuis horen bij de individuele projecten. Nu is het fijne aan zo werken dat je bijvoorbeeld, nou ja, stel je hebt een afscheid van een collega, daar werken een aantal collega's aan mee. Dan kun je een verborgen kanaal maken, waarin die collega niet mee kan kijken, maar waarin je wel rond kunt vragen wie gaan er allemaal mee. Wat je dan dus ook ziet, is dat er bijvoorbeeld een budget is toegevoegd. In het budget kunnen mensen zelf cadeau-ideeën toevoegen en hoeveel het kost. Misschien weten jullie hoeveel je aan een restaurant wil uitgeven en mensen ideeën daarvoor. Zo kun je met z'n allen praten, bestanden uitwisselen zonder dat die collega het merkt. Maar hetzelfde werkt natuurlijk voor, laten we de examens nemen. Hier heb ik een poly aan toegevoegd. Voor bijvoorbeeld het snel ophalen van wie er kan observeren tijdens examens. Hoe poly werkt heb ik in een ander filmpje uitgelegd, dus kijk daar even naar. We hebben notities dat als er overleggen zijn tussen de mensen die de examens regelen of tussen het team, kan dat hier vastgelegd worden. Maar je zou ook feedbackformulieren of misschien zelfs examenformulieren heel makkelijk als template in OneNote kunnen zetten. Zodat je heel gemakkelijk in OneNote kunt werken en het gelijk borgt daar.
Ik heb hier de accessoren op de volgende manier verdeeld. In een Excel wederom. En het fijne daaraan is dat je dan bijvoorbeeld dit Excel kunt onderverdelen in speaking. Kun je een heel tijdschema erin zetten. Dat is voor Engels bijvoorbeeld, heb je zowel speaking als conversing. Presenteren, sollicitatiegesprekken, mondelingen. Er zijn heel veel examens. Dan kun je zo in een Excel best makkelijk het overzicht bewaren. Maar toch ook best veel tijd informatie toevoegen. Zoals tijd, onderdeel, et cetera, et cetera. Beoordelingsformulieren, zoals ik al zei, zijn heel makkelijk te doen in OneNote. Omdat je daar dus ook templates kunt maken. Als je nou wil weten hoe OneNote werkt, hebben we daar ook meerdere video's van. Maar zoals je kunt zien, kun je telkens nieuwe pagina's aanmaken. En kun je dus zo een hele lijst met beoordelingsformulieren van studenten bijhouden, zonder dat dat rommelig wordt. Actielijsten zijn dan alsnog heel fijn. Wie regelt wat? Zijn de lokalen gereserveerd? Dat soort zaken is toch best belangrijk, ook voor examens. Dit doe je dan dus heel specifiek per project vormgeven. Dit kan telkens anders zijn aan de hand van de eisen. Het kan heel beknopt zijn, zoals bij een excursie. Zul je waarschijnlijk alleen maar misschien een opdracht hierbij plaatsen bij bestanden. Contactgegevens. Een smoelenboek van de studenten, zodat je aanwezigheid kunt doen. Nou ja, en zo kun je elk project heel specifiek inrichten. Waarom mensen hier nou soms voor kiezen, is omdat als het project dan eenmaal geweest is, kunnen ze het verbergen. En dan hoef je het verder niet meer te zien. Tada, weg is hij. Twee verborgen kanalen. Wanneer het dan wel weer nodig is, of je wilt een archief opbouwen, kijk je gewoon bij je verborgen kanalen. Dus de examens voor cohort 18 zijn geweest. Klaar. Nu ga ik een nieuw kanaal aanmaken voor cohort 19. Dan kun je zelfs vanuit SharePoint kun je dat kanaal kopiëren. En heel makkelijk bestanden verslepen over en weer. Als je die dubbel gebruikt. Dit is een soort van to-do list bijna van je kanalen maken. En zo hou je met het hele team, als je dus met het hele team aan hele projecten werkt, voortdurend de focus van wat je nog moet doen. Wat er nog ligt, wat er aankomt. Ik raad dan wel aan dat een manager deze projecten en deze kanalen aanmaakt. En dat er dus in goed overleg telkens wordt besloten wat heeft een kanaal nodig. Wat moet erin komen. En iemand echt wel de naamgeving blijft bewaken en elkaar daarop aanspreekt. Anders wordt dit heel snel een chaos. Ik hoop dat je hier wat inspiratie uit hebt kunnen halen. Ik heb nog 3 andere format video's met voorbeelden van hoe teams ingericht kunnen worden. Haal er inspiratie uit en ik hoor graag wat je ermee doet.